Moorden zijn van alle tijden. Vroeger was er natuurlijk ook criminaliteit. En moesten de burgers zich ook beschermen tegen moord en diefstal. Tegenwoordig horen we er meer van. Radio, televisie was het toen niet. Krant was voor de elite. En de verhalen werden verteld vaak door troubadours. Die maakten er liederen van. Moordliederen. En we willen nu eens gaan kijken naar de achtergrond van zo'n verhaal. Wat is nou de waarheid daarachter? Ook honderden jaren terug was er al sprake van criminaliteit. En moesten burgers oppassen voor diefstal en moord. Belangrijkste oorzaak van de criminaliteit van toen was armoede. De allerarmsten woonden in die tijd in plaggenhutten. En de mensen in deze hutten waren zo arm dat ze eigenlijk niet veel keuze hadden. Niet om het goed te praten, maar om te overleven moesten ze wel op het dievenpad. Dat excuus gold eigenlijk niet voor die bekendste rover uit Twente, Klaas Annink uit Hengelvelde. Huttenkloos, Huttenkloos, wanneer ben ze de boos? Huttenkloos, Huttenkloos, ik kring u nog wel. Huttenkloos, Huttenkloos, wanneer ben ze de boos? Huttenkloos, Huttenkloos, ik stuur nu naar de hel. Klaas ziet het levenslicht in Bentelo in 1710. Ook de ouders van Klaas zijn arm en wonen in een armzalig hutje. Op een plek die een broeinest is van misdaad, ellende en geweld. Er wordt veel gestolen in de buurt. En ook ruzies en vechtpartijen zijn aan de orde van de dag. Het is geen excuus voor wat hij later deed, maar Klaas maakt als jonge jongen al kennis met ellende, geweld en misdaad. Als Klaas 33 is, trouwt hij met een zekere Arne Spanjer. Ze krijgen 5 zoons. 2 sterven er jong. 3 zoons zijn heel gezond. Hou je wat te fretten? Ah jongen, kom toch eens dicht, man. Ik ben nog bezig. De oudste is Jan Berend. Ten tijde van dit verhaal woont hij niet meer bij zijn ouders, maar op het eiland Wieringen in Noord-Holland. Daarna komt Jannes en de jongste is Gerrit. Klaas Annink arm geboren op het land van Bentelo. In een armzalig hutje, bedekt met gras en stro. Trouwt met Arne Spanjer en sticht een gezin. Maar lang niet alle kinderen houden er het leven in. Er doen verschillende verhalen de ronde over Huttenkloos en zijn familie. Ja, was het wel zo zeker dat ze zo arm waren? Er wordt ook verteld dat ze later niet eens in zo'n arme woning hebben gewoond, maar zelfs op een boerderij. En dat Huttenkloos een stuk grond had. En dat zijn zoon Jannes zelfs een paard had. Ja, wat is nou waarheid? Ah, pak die honing. Ja, een beetje duur, man. Hup, in de boom. In de boom. Hup, zeg het. Verdamme. Hup. Klop. Vanaf 1762... neemt het aantal klachten over diefstal in Borculo, Diepenheim en Haaksbergen toe. Dievenjachten blijven zonder resultaat. En dit is een aanwijzing dat het niet om een rondtrekkende bende gaat, maar om het lokale dievengilde.
Dat zou dan het netwerk zijn waar ook Klaas en zijn familie deel van uitmaken. Hé, moet je eens rusten. De bevolking begint zich wat zorgen te maken over al die diefstallen. En als bovendien die Huttenkloos ook nog gaat waarschuwen en zegt: pas op, uw huis is van stro en hout. Dan wordt het allemaal wat grimmiger. En veel grimmiger wordt het nog als het niet bij die diefstallen blijft, maar dat er een moord gaat gepleegd worden. Levend van roof en diefstal, de buurt klaagt steen en been. Zelfs als de boer wil oogsten, is Klaas er al mee heen. Het gaat van kwaad tot erger, maar er komt geen end. Voor nu is van al ten stro, is Klaas een dreigement. Huttenkloos, Huttenkloos, wanneer bent zo de bos? Huttenkloos, Huttenkloos, ik kring u nog wel. Huttenkloos, Huttenkloos, wanneer bent ze de bos? Huttenkloos, Huttenkloos, die stuur nu naar de hel. Klaas, Arne en Jannes, dat zijn de ergsten. Dat ze roven en stelen, dat is algemeen bekend. Maar als ze ook nog een moord plegen op de hozenkramer Willem Stint, dan begint de bal pas echt te rollen. Huttenkloos kreeg wel eens bezoek van een zekere Willem Stint. Willem was een hozenkramer, een maskraam, die allerlei wollen goed verkocht, kousen, wanten. Begin april is Willem op weg naar huis. Hij heeft veel geld op zak van de verkoop van zijn spullen. Willem is moe van een lange reis en besluit bij Huttenkloos te overnachten. Dat doet hij wel vaker. Ik heb een lange dag gehad. Mijn voeten, mijn voeten. En wat verkocht hij van een peruddel? Ja, ja, dat geeft me. Ach man, je hebt een man daar zo maar half leeg. Hoe ben je wees dat? In Hoksterbergen, op de Mijk. Oh. Ik ben moe, ik ga naar bergen. Willem blijft overnachten bij Klaas en zijn familie. Hij slaapt in een klein kamertje. Voordat hij wil gaan slapen, hoort hij Klaas en Arne met elkaar praten. Ja, hij gaat zat, hè. Hij is de man er wel helemaal blij. Hij heeft wel gekocht. Hij hoort dat ze van plan zijn hem te vermoorden. Willem wordt bang. Wat zal hij doen? Vluchten kan niet, want er is maar één raampje in het kamertje. En dat is veel te klein. Hij pakt zijn stok vast, die hij altijd bij zich heeft op zijn reizen. En hij besluit zijn leven zo duur mogelijk te verkopen. Ja,
Willem is nog jong en sterk en Klaas kan niet van hem winnen. Arne loopt naar het bed van Jannes, maakt haar zoon wakker. Jannes komt zijn vader te hulp. Ja, toen was het 3-1. En tegen zoveel mensen kan Willem niet op. Er zijn verschillende versies in de omloop van dit verhaal. Bijvoorbeeld dat hij niet 's nachts vermoord is, maar lekker bij de koffie de andere morgen. Wat hebben we daar allemaal aan? Het geeft ook allemaal niks. Het feit is dat de man vermoord is. De Hossenkremer Willem Stint, die bij hun Klaas overnacht. Verdiende die dag ergoed, onheil komt niet onverwacht. Willem verweert zich met zijn stok, maar verliest dan niet te min. Want als Arne zo'n lief Jannes haalt, slaat hij hem de schedel in. De vader van Willem Stint gaat op onderzoek uit. Die is ongerust. Hij hoort niks van zijn jongen. Hoe het precies is, weten we niet uit de stukken. Maar in elk geval is bekend dat hij op een gegeven moment Huttenklaas ziet met een kledingstuk van zijn zoon aan. Nou, dat is voor hem voldoende om naar het gerecht te stappen. Naar Jan-Willem Kramer, de aanklager. En die is overtuigd. Die gaat bewijsmateriaal verzamelen. En die stelt het vonnis op. Klaas en Arne worden opgepakt. Jannes slaat op de vlucht. Halt, stop jij! Halt! Maar ook hij wordt al snel opgepakt. En dan beginnen de verhoren. Klaas, Arne en Jannes spreken elkaar behoorlijk tegen. Proberen zelfs elkaar de schuld toe te schuiven. Bij het huis van Huttenklaas worden opgravingen gedaan. En ja, ze vinden daar de stoffelijke resten van Willem Stint. Maar dat niet alleen. Ze vinden er ook nog andere menselijke resten. En dat wordt in verband gebracht met de verdwijning van een zekere Pompen Hermen. Of Hermen ten Tibben. Een vriend van Jannes. Nou ja, vriend. Diefjesmaat. Klaas en Jannes geven hun betrokkenheid beide toe. Horen, jong! Varkenskop! Het enige wat dan nog ontbreekt is een bekentenis van Arne. Die klopt met de andere bekentenissen. Dat is voor uw hele leemacht te volgen! Afvoeren! Voer haar af! Nee, laat me gaan! Kramer, de ondervrager, gaat dan over tot iets wat wij niet meer kennen. Dat zijn de zogenaamde pijnlijke verhoren, wij zouden kunnen zeggen, martelen. Hij dreigt Arne daarmee. En dan gaat ze door de knieën en ze geeft haar betrokkenheid bij de beide moorden toe. Ja, over pijnlijke verhoren gesproken. Er gaat ook nog een verhaal dat Huttenklaas 110 dagen op een dwangstoel heeft gezeten. Eigenlijk is daar verder niks van bekend. Maar wel is het mogelijk dat Arne in die stoel heeft gezeten toen ze verhoord werd. Klaas, Arne en Jannes worden veroordeeld tot de doodstraf. Arne zal worden gewurgd en Klaas en Jannes worden geratbraakt. Laat me gaan, mijn familie! Stel ik je voeren, jongens! Laat me gaan, mijn lustig! Rustig, vrouwtje! Rustig! Radbraken was in die tijd wel de meest vreselijke straf.
Als galgenmaal vroeg de familie Annick spekpannenkoeken. En zo is het ook gebeurd. Klaas moest eerst aanzien dat zijn zoon en later zijn vrouw vermoord werden. En toen was hij zelf aan de beurt. Inmiddels is het verhaal 230 jaar oud. En er gaan tal van Huttenkloos-versies Twente rond. Mensen kennen die verhalen. Het is ook een soort mythe geworden. En waar ligt dat nou aan? Ik denk dat je eerst moet zeggen dat het uniek was dat er zo'n hele familie gedood werd. En ook dat we die wrede straf nog tegen zijn gekomen. Radbraken. En die dwangstoel. Ach, ik zal zeggen, Leu, je moet oppassen dat je er niet heen komt. Het is Poppen Hermen Jannes vriend die daar werd vermoord. Dan worden de verdachten tot een bekentenis verhoord. Zo komen dan de moordenaars tot een galgenmaal. Klaas en Jannes grap raakt aardig gewurgd aan een paal. Huttenkloos, Huttenkloos, wanneer bent ze hoe de bos? Huttenkloos, Huttenkloos, ik ring hoe nog wel. Huttenkloos, Huttenkloos, wanneer bent ze hoe de bos? Huttenkloos, Huttenkloos, ik stuur nu naar de hel. Huttenkloos, Huttenkloos, wanneer bent ze hoe de bos? Huttenkloos, Huttenkloos, ik ring u nog wel. Huttenkloos, Huttenkloos, wanneer bent ze hoe de bos? Huttenkloos, Huttenkloos, ik stuur nu naar de hel.